Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben lekker te ontbijten en wij gaan vandaag met Kreeko's ouders leuke dingen doen. Wij gaan lekker samen eten en we gaan naar het Hermitage. En ik ben laatst nog geweest met Avisa, maar ik vind Hermitage echt zo'n mooi museum. Het is echt een aanrader. Als je naar Amsterdam gaat, ga een keer naar het Hermitage. I love it. Dus daar gaan wij vandaag heen. Daar heb ik echt heel erg zin in. En Kreeko staat nu te douchen. Ik ga even een ontbijtje maken en dan ga ik me klaarmaken. En dan gaan we die kant op. Of althans, waar gaan we eerst heen? Ja, nee, we gaan eerst even ergens lunchen en zo. Dus eerst ergens eten. Een gezellig familiedagje. Zo, ontbijtje voor Gregor. En dan ga ik me nu klaarmaken. Right, gaan we opmaken. Ik heb hier een product. Voor mogelijk een campagne. Maar eerst ga ik hem testen. Dus ik kan het niet filmen. Maar meer van, als ik het wat vind, dan doe ik er wat mee, zeg maar. Dat is echt voor later, voor over een paar maanden. We zullen zien. Oké, okay, glam is done. Ik heb mijn haar even in de staart. Maandag weer naar Mariette. Ik ga denk ik terug naar Weflegje. Ik vind het systeem met die plastic dingetjes prima. Maar het is heel gek. Maar als je dat vlechtje eenmaal gewend bent, dan wil je eigenlijk niks anders. I don't know. Ik kan niet uitleggen. Het is wel meer werk of zo. Want het droogt minder snel. Dit droogt super snel. Dat is wel heel fijn. Maar ik weet niet. Ik vind gewoon denk ik dat vlechtje fijner of zo. Dus ik ga denk ik dat doen. Ja, of moet even kijken. Als dat wel wil. Ik heb het al tegen haar gezegd. We kunnen weer een vlechtje weave doen. Dus, maar dat is maandag. Dus ik ga even helemaal niks aan mijn haar doen. En morgen ook niet. Of anders, ik heb wat haarspray in. En dan, want anders zitten die extensions helemaal onder het product en zo. En dan moet het weer opnieuw ingezet worden. Dat is een beetje ranzig. En dit is de look van vandaag. Dit is mijn naked trui en broek. Jurjetas en mijn Jordans. Yes. De geur die ik opdoe is... zie. Oké, ik heb echt een superleuk iets van NARS gekregen. Gisteren dit. Dat gaat even met jullie unboxen. Happy holiday. Oh, leuk. Holiday collection. Studio 54. Even kijken wat erin zit. Brush set kit. Oeh, leuk. Tasje. Ik vind het altijd leuk dat zeg maar die brush kit altijd van die feestelijke tasjes komen dan op de feestdagen. Mega leuk. Kijk dan. Oh. Leuk, 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 leuk. Maar ook serieus handig voor prijs. Want hier kan je dus kwast in doen. Ik zou denk voor prijs deze misschien wel afhalen. Dat al in de video beauty gloss gezegd. En ik ga even in de vlogs pakketjes openen. Voordat we naar Miami gaan. Oké, okay, dus een hele zachte oogschaduwkwast. Ja, zo. Ik haal dit er eigenlijk ook. Houden jullie dit erop of niet? Die plasticjes. Ik haal het er altijd af. Dit is ook oogschaduw. Super zacht. Oh, een soort highlight brush lijkt het wel. Het staat niet op wat voor kwast het is. En dit is een poeder. Soms wil ik bij die poeder dit er nog wel eens op laten, maar dat wordt echt zo goor dan. Oh, maar ik ga dit niet hierin bewaren hoor. Ik ga dit gewoon bij mijn kast doen. Kijk, die onderkantjes ook. Leuk. Oké, okay. Leuk. Dan hebben we hier een lipstick. Oh. Oh, wauw. De kleur is me iets te bruin, moet ik eerlijk zeggen. Maar de verpakking is prachtig. Dit is Mona. Heb ik er nog één? Dit is Jane. Zullen we allemaal rood tinten hebben die dan iedereen mooi staan. Wacht, een doosje ook even bewaren. Jane. Oh, dit is echt niet mijn kleur. Oh. Hij is wel mooi, zeg maar, qua verpakking en alles, maar niet mijn kleur. Ik ga het doosje ook bewaren. En dan hebben we hier Carmen. Oh, dit is een perfecte rood. Ja, dit is gewoon een mooie pretty red. En, zo mooi. Dat is echt super mooi. Een bruinige nude. Deze kan er wel. Ja. Deze twee wil ik houden en die andere twee geef ik weg. Dan hebben we hier, oh, dit is zo leuk. Dit is zo'n leuk cadeautje. Ik weet wat het is. Dit is de lipbalsam die echt heel erg mooi is. Van Orgasm en dan een mini Orgasm. Hoe cute. Oh my. Kijk nou hoe cute. Ik heb deze in full size en die is echt heel fijn. Dit is, ja, Orgasm dus. En dan hebben we een mini Orgasm. Zo kutje toetje houden. Dan hebben we hier
VIP Room Nurse Essentials set. Dit zijn gewoon eigenlijk allemaal kerstcadeautjes en zo. Er zit van alles in. Oh, hij moet zo. Oeps. Oh, kijk nou, nog meer minis. Zo handig voor prijs. Is het Laguna? Ik open nog een. Ja, dit is mijn favoriete bronzer. Daar heb ik er gewoon 3 van opgemaakt. En dan hebben we hier nog een mini orgasm. Cute. Het is zo leuk om dit cadeau te krijgen of te geven. Dan 2 van die potloodjes. Die geef ik denk weg. Gebruik ik eigenlijk nooit. En mascara. Die heb ik ook al 2 keer opgemaakt. Dit is de Climax. En dan hebben we hier de Multiple Orgasm. Die heb ik in het groot laatst weggedaan. Omdat ik hem echt nooit gebruik. Misschien dat ik de kleine even hou voor vakantie of zo. Dan moet ik even weer aftasten of ik hem echt gebruik. En hier. Een puntenslijper. Thank God, ik heb net een nieuwe nodig. En dan hebben we hier Starseen Cheek Palette. Oh. Kijk hoe mooi. Wauw. Oh, wauw. Kijk nou. Oké, dit vind ik echt heel erg mooi. Prachtig. Oké, die gaan we houden. Dit moet het sterproduct zijn. Love it. Kijk, ik ga zo'n mini orgasm eentje ervan wegdoen. Want, nou, ik heb dan al een mini. En dan hou ik dit. Zo. Yay. Oh ja, en deze is, it's so pretty. Wauw. Wij zijn er. We gaan even, ik denk ons ouders niet ergens. We zijn bij Moe Pancakes. Al dus iedereen de beste pannenkoekenplek van Amsterdam. Oh, lekker. Kijk nou. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Hoe hebben ze die stoffen nog zo mooi gehouden? Die waaiers, oh. Nee. Jongens, wat bedoelen ze met snuifdoos? Oh, er is een audio bij. Oh, die gaan we even luisteren. Nee, dit is niet deze. Jawel, hier, audio. Dat is dan deze. Snuifdoos. Oh, ja. Ja, hier, nog één. Dus hou jullie op de hoogte. Dit zijn de snuifdozen. Het is me nog steeds niet duidelijk, want er wordt gezegd dat het tabak en snuif was. Dus, I don't know. Teensy weensy mini cup. En we zijn weer thuis. Het was heel gezellig. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.